Marcel Blauw, jij woont in de Orionlaan in Paddepoel. En jullie hebben last van schimmel, last van balkons die langzaamaan afbrokkelen. Jullie willen verbetering, maar dat gebeurt maar niet. Nee, we zitten gewoon op Le Vier te wachten dat ze met duidelijkheid komen. Het is zo, je wordt gewoon met een kluitje in de riet gestuurd. Wij als bewoners voelen ons hier niet veilig. Ja. Het duurt allemaal te lang. We willen gewoon nieuwe balkons en dat de boel opgeknapt wordt. We zitten nog in de kou als je bij de bewoners langs gaat. Dus die nieuwe kozijnen hebben niets geholpen? Niks. Nada, nul. En wat willen jullie nu graag zien? Wij willen dat Le Vier sneller reageert. En niet elke keer van het moet over zoveel schuiven. Le Vier, er is geld genoeg. Schiet op. Nu hebben jullie spandoeken opgehangen hier in Paddepoel. Wat denk je dat dat gaat helpen? Als je niks doet, dan helpt het helemaal niets. Wij zullen gewoon doorgaan met de acties totdat wij ons doel bereikt hebben. Veiligheid, gezondheid. We willen gewoon woningverbetering. Dat verdient deze wijk. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!